zijn tandenborstel op elkaar. Sanderien komt samen met Spencer of Lilou. En dat zijn twee honden. En we hebben een paar groepjes. En om de beurten mogen wij met de hond lezen. En dan zijn we wel heel blij. Voor sommige kinderen kan het een drempel zijn om te moeten voorlezen voor een klas. Het voordeel van een leeshond is eigenlijk dat de kinderen niet worden beoordeeld. Dus een hond gaat alleen maar luisteren. Dus geeft op die manier alleen maar een positieve stimulans. Ze voelen zich op hun gemak, ze zijn rustiger, ze hebben meer zelfvertrouwen. En natuurlijk hebben ze er nog een speelkameraadje bij. We sprokkelen een bergje wrakhout. Vroeger vond ik dat niet zo tof lezen en nu met de hond vind ik dat wel wat leuker. Omdat je hem dan kunt aaien en hij verbetert niet echt je fouten. En het is ook vrij zacht, de hond, en dan kun je er ook op gaan liggen en zo. Natuurlijk moeten kinderen af en toe verbeterd worden, maar dat is dan nog de taak van de leerkracht. Maar wij willen eigenlijk vooral het plezier in het lezen bevorderen en dat is juist het fijne aan een hond erbij te hebben. In plaats van een leerkracht. Dat zijn al twee bladzijden. Dat zijn al twee koekjes die we straks kunnen verstoppen in de snuffelmat. Op het einde, dan hebben we nog een beetje tijd over. En dan hebben we de snuffelmat. En dan verstoppen we daar een paar koekjes in. En dan mag de hond een beetje snuffelen. Ik vind het prachtig om te zien die samenwerking die er bestaat dan zo tussen kind en hond. En dat er dan zoveel vorderingen worden gemaakt. Wat wil je nog meer als baasje, als je hond dat teweeg kan brengen? Ja, eventje. Kijk, een dier, dat is niet zomaar iets dat je elke dag ziet. Dus dat is gewoon, ja, een beetje anders en ook een beetje leuker.